Welkom bij deze aflevering van Bewegen als moderne holbewoner, serie video's waarin ik demonstreer hoe makkelijk en hoe leuk het is om te bewegen als moderne holbewoner. Dat bewegen als moderne holbewoner maakt deel uit van de holbewonercode. Lees de holbewonercode, doe wat ik zeg of doe de helft van wat ik zeg en het leven ziet er na een paar maanden anders uit, dat beloof ik je. Mijn naam is Nico Noorten en vandaag gaan we het hebben over step. Step zoals je die in de jaren 80 van de vorige eeuw heel populair waren. Iedereen had een step en deed een hele moeilijke oefening op. Ik vind die step belangrijk, maar om een hele andere reden dan we misschien denken. Dat zal ik zo uitleggen. En ik vind dat je die step moet je gebruiken ongeveer 3 keer per week, 1 minuut of 10. En dat is genoeg en dat dient een heel belangrijk doel. Maar voordat ik daarmee verder ga, hoor ik de kritiek al komen. We hebben natuurlijk al wat video's gedaan over andere dingen waarvan ik zeg, die moet je eigenlijk elke dag even doen. En ja, ik krijg wel eens de kritiek dat mensen zeggen, joh, als we dat nou allemaal moeten doen, zijn we daar de hele dag mee bezig. Dat is niet waar. Punt is namelijk dat wat ik probeer aan te geven zijn hele simpele serietjes van oefeningen die je kan doen, klat klat door de dag heen, die heel erg belangrijk zijn, die je heel erg vooruit helpen op het bewegingsvlak. En al die oefeningen kosten nauwelijks tijd. Vooral niet als je ze gewoon door je gebruikelijke of je dagelijkse bezigheden doet. Deze step oefeningen die we gaan doen, die komen daarbij en die raad ik aan om 3 keer per week 1 minuut of 10 te doen. Daar komen nog dingen bij aan een rekstok optrekken. Er komen nog wat onderarm oefeningetjes bij. En er komen natuurlijk de oefeningetjes bij voor de buikspieren. En die maak ik ook allemaal super makkelijk. Zodat je die gewoon eventjes door de dag kunt doen wanneer je daar zin in hebt. En als je nou die oefeningen onder de knie hebt, dat is het leuke, ga je die met elkaar combineren. Op het moment dat je zegt, van, joh, verdorie, daar liggen mijn apparaatjes om mijn push-ups te doen. Ik doe mijn push-ups, maar ja. Als ik een serietje push-ups heb gedaan, doe ik natuurlijk snel eventjes een oefeningetje voor mijn onderarmen. Ga ik weer liggen, doe ik een oefeningetje voor mijn push-ups. Zijn we nog niet aan toe? Komt vanzelf. Want op een gegeven moment heb je al die oefeningetjes die ik voorstel, die heb je onder de knie. Ja, dan is het ook makkelijk om ze gewoon in elkaar te integreren. En 2 van dat soort workoutjes even achter elkaar te doen of door elkaar te doen. En dan kost het nog minder tijd. Dus het valt allemaal heel erg mee. Dit is niet hard sporten. Dit is niet zweten in de sportschool. Maar het effect is wel heel erg belangrijk. Steppen, dat gaan we vandaag doen. Waarom gaan we steppen? Ik moet 2 misverstanden eventjes uit de weg helpen. 1 is dat we blessures opdoen door onverwachte bewegingen te maken. Ik sta ineens op en ik verrek iets. Dat kan gebeuren, dat is zeker waar. Maar de meeste blessures doen we op als we vallen. Als we gewoon lopen en we moeten ineens een misstap maken. Dat is het moment dat we een enkel of een voetblessure opdoen. En dat moeten we zien te voorkomen. Nou, een andere misvatting is dat oud worden in de weg wordt gestaan door ziektes en narigheid. En dat is zo. Natuurlijk, als je op een gegeven moment ziek wordt, dan kan dat beperken dat je ouder wordt. Maar wat eigenlijk de grootste beperkende factor is om gezond oud te worden, is vallen. De meeste mensen uiteindelijk na hun 60e komen ten val, breken iets, een enkel, scheuren iets, verstuiken iets en daarmee komt eigenlijk het hele leven tot stilstand. En als je nou gaat kijken wat dat doet verder voor je leven, zit je vaak in de narigheid. Want dat legt zo'n druk op je sportieve leven, of eigenlijk haalt het alle druk van je sportieve leven af, dat je niks meer doet. En veel onderzoeken wijzen uit dat nou juist dat stomme, hè, want dat is vaak stom, het stomme vallen, legt een hele grote claim op hoe oud we uiteindelijk kunnen worden. Nou, hoe kunnen we dat voorkomen? Kunnen we niet voorkomen. Ik val heel erg regelmatig. Dat komt een beetje omdat ik nog steeds denk dat ik 15 ben en dat werkt niet altijd. Dus ik ga vaak onderuit met mijn fiets of klimmend of klauterend of doend. Ik ben dat gewend en ik doe ook mijn stomme oefeningetjes al jaren en jaren en jaren om te zorgen dat de onderkant van mijn lichaam altijd stevig genoeg is. Altijd, ik hoop altijd, maar in ieder geval zo sterk is dat ik de meeste van mijn vallen op kan vangen. Gaat niet altijd goed, maar vaak wel. Nou, step gebruiken we daarvoor. We gaan niet, zoals we dat gewend zijn, op die step staan en een band om ons hoofd en dan een uur voor de televisie alsmaar oefeningen nadoen en gek bewegen en juichen en doen. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Op die step doen we 10 minuten oefeningetjes waarbij de nadruk eigenlijk ligt op het landen. Elke keer weer op 1 been een landing maken. En ik ga zo laten zien hoe we dat doen. Ga even naar de website van LifeMax. Kijk even goed. Die hebben ontzettend mooie steps te koop. En ik denk dat het belangrijk is om zo'n ding te kopen. En een van de redenen dat dat belangrijk is, is dat dat ding altijd in de weg staat in je huis. En je dus jezelf eigenlijk dwingt af en toe om erop te gaan staan. En dat is belangrijk. En je doet het ook. Want je hoeft er niet voor in dat trainingspak. Je kan het doen, maar het hoeft niet. Hij staat daar en het is zo makkelijk om even die stopwatch op 10 minuten te zetten. Die paar oefeningetjes te doen en klaar. 3 dagen later, kijk mijn step, wacht eventjes. Ik heb even de tijd. Ik ga, oké, step neer, oefeningen doen. En 2 dagen later doe je het weer. En een dag later doe je het weer. Zo werkt dat. Nou,
Ik heb op dit moment niet die step in huis, maar dat is helemaal geen probleem. Je kan hem zelf maken, dat is een optie. Wat ik doe, ik pak een paar van mijn halterschijven en daar doe ik mijn simpele stepoefeningetjes op. Ik leg ze even op elkaar. En dit is mijn step. En dan ga ik even oefening op doen. Nou, loop ik het risico dat ik mezelf onsterfelijk belachelijk maak. Want ik heb natuurlijk nul gevoel voor ritme. En meestal als ik mijn oefeningetjes doe, ik zet ook altijd dat stopwoordje eventjes op 10 minuten, soms op 15 minuten, soms zelfs op 20 minuten. En ik ga een paar oefeningetjes doen. Ik houd meestal volgens mij bij een oefening of 6 die ik ken, meer ken ik er niet. En dat is ook alles wat belangrijk is. Dus ik ga proberen die 6 oefeningetjes te demonstreren. Lach me niet uit als ik af en toe misstap, want normaal gesproken doe ik dit alleen. En het interesseert me geen moer. Als ik een misstap maak, ja, dan begin ik weer opnieuw. Nu moet ik het natuurlijk eventjes netjes doen, omdat het voor de camera is. Begin met een hele simpele oefening, namelijk tegen die step aan te springen. En dat is heel goed om dat landen te oefenen. Dus tegen de step aanspringen. Tik, 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 tik. Kind kan de was doen, maar toch moet je dat even oefenen. Maak het nou niet te moeilijk voor jezelf. Als je het gevoel krijgt van, hé, ik raak buiten adem, stop je gewoon. Ontspannen. Kan je volgende oefeningetje doen. 1, 2, 3, 4. En het gaat om het landen. 5. En je hoeft niet te tellen. 6. Deze is makkelijk. Op de af, op de af, op de af. Hou je makkelijk een paar minuten vol. En die klok die tikt gewoon door. Op en af en op en af. Even je andere been. Op en af en op en af. En doe dat op je eigen tempo. Dat kan ook langzaam. Als je maar je elke keer goed op je voet laat vallen. Ja, dus het hoeft niet in een hoog tempo. Je kan het rustig langzaam doen. Dat maakt allemaal niet uit, maar je mag het tempo best even opvoeren. Wat maakt dat uit? Oké, de volgende. Even springen op dat ding. Hap, en er weer af. Drop, eraf. Drop, eraf. Drop, eraf. En die klok die loopt door. En drop, eraf. Oké, kun je de oefeningetjes doen waarbij je de op- en afstapt. 1, 2, geleerd de kant op mijn binnenste been. En weer omhoog. Tik, 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 binnenste been. Tik, binnenste been. Tik, binnenste been en landen. Tik, binnenste been. Tik, binnenste been. Hele simpele oefening. Maar ik land wel elke keer net op een andere manier. En dat traint mijn enkels en dat is belangrijk. Daar doen we het voor. Oké, kan je bijvoorbeeld voorlangs kruisen. 1, 2 en achterlangs. Voor en achterlangs. Voor, achterlangs. Voorlangs en achterlangs. Voorlangs en achterlangs. Voorlangs en achterlangs. Voorlangs en achterlangs. En dan kan je nog bijvoorbeeld ernaast gaan staan en erop springen. En eraf. En erop. En eraf. En erop. En eraf. En erop. En eraf. Nou, weet ik het even niet meer. Weet je wat ik doe? Begin ik opnieuw. Want zo werkt het natuurlijk. Je kan niet eeuwig op en af blijven springen, 10 minuten lang. Dat gaat niet. Dus begin ik weer opnieuw. Hap, steppen. Dat is belangrijk. Probeer dat 3 keer 10 minuten in de week te doen. Doe het af en toe 15 minuten in de week. Laat die klok maar lopen en verzin je eigen oefeningetjes. Maar wat niet noodzakelijk is, is om rare oefeningen te maken waarbij je benen omhoog komen. Dat is ook leuk. Als je dat wil doen, moet je het vooral doen. Maar dit gaat hem puur om het landen. Afstappen. Afstappen. Dat is waar het om gaat. Oké. Doe dat niet, als je het niet gewend bent, zoals ik dat doe, op mijn sokken op stenen. Kans groot dat je valt en een blessure oploopt. Ik doe het al zo lang, ik heb er geen last van. Maar denk daar wel even over na, dat het glad kan zijn. Dus doe geen domme dingen. Ik zou zeggen, probeer het uit. Ga eventjes naar LifeMax. Kijk even wat ze hebben voor steps. Probeer het uit. Op een dag ben je me dankbaar.